Beetje meer staan. Handen naar voren. Ja, dat ziet er al beter uit. Ik ben Dea van Lieren, ik rijd dressuur. Ik zit in het Rabobank Talententeam. En vandaag kruip ik in de huid van... Karin Reumann, ik rij internationaal in Zuurland. En ik neem dit jaar deel aan de Wereldruiterspelen. Wat houdt endurance precies in? Endurance is eigenlijk de marathon onder de paardensporten. Het begint bij ritten van 20 kilometer. En op het hoogste niveau internationaal rijden we 160 kilometer. En daarbij wordt dan ongeveer iedere 30 kilometer een verplichte stop gedaan voor de paarden, waarbij ze veterinair gekeurd worden. En als het paard natuurlijk vermoeid is of iets heeft, dan mag het niet verder. En uiteindelijk degene die aan het einde van de dag als eerste aan de finish is, die heeft gewonnen. Het lukt het toch? Gemiddeld in de wedstrijd zitten we 9 à 10 uur om paard. Oké, dat is niet mis. Hoor je het dan niet beu na zo'n lange rit? Nee, het is heel gevarieerd. We rijden ook allemaal verschillende routes. Het is niet zo zoals de renbaan dat je continu rondjes aan het rijden bent. En de routes zijn heel gevarieerd met heuvels en veel wendingen, verschillende terreinwisselingen. En je bent ook met heel veel andere factoren bezig. Zoals de bodem en je concurrentie, hoe hard rij ik zelf, hoe fit is mijn paard. Er zijn heel veel aspecten waar je tegelijk bezig mee moet zijn. En dat maakt het heel leuk. Nou, het eerste stukje is uitgespoeld, hè? Dus rustig in stap. En daarna, als de bodem beter wordt, kan je draven. En als je bergaf gaat, zeg maar, zit je iets meer naar achter. Ja. En blijf staan. Benen rustig houden. Handen naar voren. Het vergt toch wel een andere manier van rijden dan, dan een KWPN. Ik denk dat Dinja vandaag wel heeft ondervonden dat je toch wel aardig moet kunnen rijden om een Arabisch volbloed onder controle te houden. Nou, heel erg bedankt dat ik het even mocht uitproberen op een van jouw toppaarden. Ik zou zeggen, heel veel succes op de Wereldruiterspelen. Dankjewel, graag gedaan. Kom alles te weten over de Wereldruiterspelen in Normandië. Lees het online magazine op ruitersinoranje.nl.